Goedemorgen. Een artistiek fenomeen, een meester-entertainer, een multitalent. En hij zit gewoon bij mij aan tafel. Sven Ratske, deze maand te zien in een bijzondere voorstelling in Gelderland. Diva Diva's. Waar gaat hij over, Sven? Ja, dat is mijn eigenzinnige hommage aan 10 grote divas van de 60's. Daar gaan we straks over praten. En over fenomenen gesproken. Gelderland heeft een nieuw fenomeen. Een Gelderse hoogleraar geschiedenis, Dolly Verhoeven. U bent echt net in functie, hè? Ja, sinds 1 november ben ik in functie. Ja. Nou, daar gaan we het straks ook over hebben. Of zoiets als Gelderse geschiedenis eigenlijk bestaat. En morgen praat minister Stef Blok van Wonen met de Tweede Kamer over de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie naar de woningcorporaties. Het is voor het debat morgen 12 uur uitgetrokken. Dat is ook niet zo gek, want wat ging er een beerput open. Ik praat erover met 2 mensen uit de praktijk. Esther Lamers, directeur-bestuurder bij Standvast Wonen. U zit vooral in de regio Nijmegen. Gaat u morgen dat debat volgen? Ik ga niet de hele dag voor de televisie zitten, maar ik ga zeker volgen. Ja, en Jacques Thiele, na uw wethouderschap in Nijmegen bent u eigenlijk naar Vestia gehaald om daar puin te ruimen. Inmiddels ook alweer klaar met die klus. Ja, en die misstanden bij Vestia waren eigenlijk de aanleiding voor deze hele parlementaire enquête. Ja, dat was de druppel die die emmer deed overlopen. Ja, want het is een zwaar middel, hè, wat de Kamer dan inzet, zo'n parlementaire onderzoeksenquête. Maar ik lees even voor uit het rapport wat er dan aan misstanden was. De incidenten bij de woningcorporaties. Gigantische hoeveelheden grond in bezit hebben zonder ook maar 1 bouwbestemming. Een Maserati als dienstauto, dat hebben we het meest denk ik nog wel gehoord in het nieuws. Maar ook koffers met contanten die heen en weer gingen. De adoptie van een aap. Een architect met een salaris van 14 miljoen. Ik heb echt het verkeerde vak gekozen. En een derivatenportefeuille van 23 miljard euro. En die laatste was van uw club. De club waar u daarna bent gekomen. Vestia. Ja. Drama natuurlijk. Heeft het u verbaasd toen dit allemaal naar boven kwam? Ja, het zijn hele verschillende dingen. Een aap en derivaten kun je moeilijk met elkaar vergelijken. Maar het is een opsomming van heel veel verkeerde signalen. En het heeft me wel verbaasd dat het zo'n omvang kon hebben. Kijk, er zijn 16 hele grote incidenten geweest. Er zijn ongeveer 400 corporaties nu nog. En die 16 incidenten hebben de toon al heel erg gezet. En het werd tijd dat er iets ging gebeuren. Want dit kon natuurlijk niet doorgaan. Zo. Zag u dat? Want u was in Nijmegen onder andere ook wethouder volkshuisvesting. U kende die business best wel een beetje. Heeft u iets zien gebeuren dan? Want er zijn natuurlijk in de jaren daarvoor best al wel vaak signalen geweest. Er zijn signalen geweest, maar in de tijd dat ik wethouder was, toen is eigenlijk die bruteringsoperatie in gang gezet. En toen kregen de corporaties een hele andere rol. Die rol vonden ze in het begin heel moeilijk, want ze moesten hun eigen broek ophouden, hun eigen geld gaan verdienen. En ze dachten toen, dat gaat niet lukken. Ze hebben mij toen gevraagd als wethouder, kunt u ons niet helpen, want wij gaan failliet. Nee, hebben we toen gezegd, u moet zelf proberen geld te genereren. En dat is in een aantal gevallen zo goed gegaan, dat er ook misstanden zijn ontstaan. En dat is geleidelijk aangegroeid in het eerste decennium, of de eerste 10 jaar van deze eeuw. Ja, en die misstanden zijn volgens die parlementaire enquêtecommissie vooral gegroeid door een dominante directeur-bestuurder die ergens zat. Kijk even naar de andere kant. Rijdt u ook in een Maserati? Nee, ik rijd niet in een Maserati. Nee. Ik rijd in een prachtige Mini. Maar ik denk wel dat het daar begint. Het begint met gedrag. En gewoon fout gedrag. En volgens mij moeten we er ook gewoon echt nu afstand van nemen van dat gedrag. En dat ook niet meer laten zien. Nee, u bent ook directeur-bestuurder. Weliswaar van een woningcorporatie die een tiende in bezit heeft aan huizen van wat Vestia in bezit heeft. Ja. Is het verleidelijk om als je de macht hebt om ook daarmee dingen in je eentje te gaan beslissen? Nee, dat is niet verleidelijk. Volgens mij zijn ook ondertussen voldoende regels die dat allemaal je helpen om die verleiding ook te kunnen weerstaan. Nou, blijkbaar niet, want ze gaan morgen nog weer debatteren over hoe moeten we die regels nu eigenlijk aanscherpen. Ja, maar een deel van die regels, kijk, zo'n parlementaire enquête komt niet helemaal uit de lucht vallen. Die is eigenlijk al 2 jaar geleden gestart. En bij het starten van die parlementaire enquête zijn ook wel heel veel van de toezichtregels eigenlijk al ingevoerd. Dus de adviezen die er nu zijn, voor een deel zijn die er eigenlijk al. Ja. En dat is ook goed. Maar het begint, wat ik net al zei, echt ook wel bij het persoonlijke gedrag. Wat wel lastig is, en dat is wel mooi wat de heer Thiele net zegt in zijn rol als wethouder. Soms moet je als directeur van een woningcorporatie best in mijn geval je vrouwtje of je mannetje staan om de vragen van de wethouder te weerstaan. Yes. En dat is soms wel heel lastig. Ja, die politiek heeft zelf een hele grote rol gespeeld, ja. Denk ik ook. Want veel van die achteraf megalomane projecten die aangegaan zijn met goedkeuring van de lokale of regionale politiek. Nou, sterker nog, die politiek drong aan op dat soort dingen. Kijk, toen ik de Vestia-portefeuille mocht uitkleden, om het zo maar te zeggen, er waren 90 projecten, waarvan er 30 in Den Haag waren.
Toen zei de toenmalige wethouder in Den Haag, je gaat me toch niet al die projecten afpakken, want dat is juist mijn profiel. En ik heb gezegd, ja, maar Vestia is niet jouw pinautomaat. En er is natuurlijk heel veel discussie tussen wat de politiek wil van je en wat je als corporatie eigenlijk moet doen. Dus het bouwen van scholen, zwembaden enzovoort, allemaal heel mooi, tot en met culturele paleizen enzovoort. Maar je moet het eigenlijk niet willen doen. Maar nee. De politiek zet je daartoe wel aan en biedt je daar ook mogelijkheden. U zegt, je moet het eigenlijk niet willen doen, want we kunnen nog heel lang terugkijken naar de misstanden. Laten we vooral gaan kijken naar hoe het dan verder moet. De discussie waar het nu om gaat is, moeten die woningcorporaties weer helemaal terug naar alleen stenen stapelen, huizen bouwen voor mensen met een krappe beurs? He, dat is wat echt de parlementaire enquête zegt. Of moet je toch iets meer? U zegt, zwembaden niet aan beginnen. Nee, niet aan beginnen. Kijk, het plan is nu wel heel rigide, hè, dat je alleen nog maar sociale woningbouw zou moeten doen. Ja, maar dat is waar je toch voor in het leven bent. En dat zijn we dus helemaal niet gewend, want we hebben als corporaties ook de afgelopen 20 jaar in wijken geïnvesteerd in andere dingen dan alleen maar stenen. Dus ook aan de opbouw van de buurt, aan contacten in de buurt. En ik denk dat dat zeker zijn werk en zijn waardevolheid heeft. Maar je moet het wel herijken. Er zijn dingen uit de hand gelopen. En ik denk dat het beetje geld wat daarmee weggegaan is, hè, met het opbouwen van de buurtopbouw, dat niet het probleem van de corporatie is. Het is meer dat je als corporatie, behalve die sociale sector, ook heel veel dingen gaat doen die daar ver buiten vallen. Ik ken een corporatie in Overijssel, die heeft kavels liggen, grond van 2700 tot 7000 vierkante meter. Waar geen bestemming voor is. Waar geen bestemming voor is, maar waar ook nog nooit iemand gaat wonen of kopen die onze doelgroep... Maar ook de misstanden uiteindelijk, dat grote schip, de SS Rotterdam, is uiteindelijk ook vanuit goede intenties om iets te doen. Zeker. Ontstaan. Ja, de brief van mevrouw Vogelaar, waarin ze schrijft dat het een goed idee was, heb ik gezien. Die ligt er gewoon, het ministerie vond het fantastisch dat corporaties dat gingen doen. En waarom? Mevrouw Vogelaar had een post gekregen in het kabinet, maar meneer Bos had geen geld meegegeven. En waar moesten ze het geld vandaan halen? Van de corporaties. Vraag alsjeblieft aan die corporaties, want die hebben geld genoeg. Moeten die corporaties meer doen dan alleen die sociale woningen bouwen en beheren? Het is heel erg lokaal of regionaal gebonden. Dat ten eerste. Wonen is niet iets wat landelijk is. Wonen doe je op een regionale schaal. Ja, in principe woon je natuurlijk gewoon in je eigen huis. Maar het verschil in bijvoorbeeld in deze regio, al in Nijmegen of in Gelderland, is er al een groot verschil tussen de Achterhoek en de steden Arnhem en Nijmegen. Laat staan dat het hier vergelijkbaar is met wat er in Amsterdam gebeurt. Maar als we het even heel simpel houden, hè? Een woningcorporatie is in het leven geroepen om huizen te bouwen voor mensen die zelf geen geld hebben om hun woning te regelen. En die moeten goed beheren en onderhouden. That's it. Waarom zou je meer willen of moeten doen? Eigenlijk wil je dat mensen gewoon prettig wonen. En wonen doe je uiteraard in je huis. Dat is ook het allerbelangrijkste voor wat je moet doen. Maar wonen doe je ook een stukje buiten je huis. Dus in je buurt? In je buurt. Je wil ook graag misschien wel dat er wat voorzieningen zijn. Als er veel oudere mensen in een bepaald klein dorpje woont, waar allerlei krimping gaande is en de voorzieningen trekken weg, dan zou het toch fantastisch kunnen zijn dat de corporaties kunnen meehelpen om ervoor te zorgen dat daar een kleine buurtsuper is. Maar het lijkt me dat daar voor de overheid is om dat soort voorzieningen te organiseren. Ja. Dat hoeft de woningcorporatie niet te doen. Nee, dat hoeft niet. En dan krijg je dus het kaartspel van wie gaat dan uiteindelijk wat doen. En de overheid zegt, goh, kunnen jullie nou niet de huur een beetje verlagen van die winkel bijvoorbeeld? Want dan blijft die voorziening daar. En dan ben je al op dat hellend vlak. Je kunt ook zeggen, nou, dat doen wij niet aan. Maar dan is zo'n kleine gemeenschap, die heeft dan geen voorziening meer. Dus je gaat met elkaar toch kijken, wat is nou zinvol? En dan besteed je dan als corporatie wat geld aan. Maar dat is niet het echte probleem. Het probleem is meer dat je hele andere sectoren gaat betreden waar je niks te zoeken hebt. Je hoeft en waar zit die grens dan? Want een buurtvoorziening, daar kunnen we nog wel denken van, nou ja, dat hoort bij dat wonen in de buurt. Ja. Een school of een zwembad in die buurt zit dan weer op die grens. Ja. Dat moet je ook niet meer doen. Nee, dat moet je ook niet meer doen. Dus je moet ook gewoon heel goed, en dat moet je samen met je gemeente doen. De gemeente maakt ook een woonvisie. En je moet ook samen met de gemeente kijken van wat is nou woongerelateerd? Wat is nou, wij noemen het de vitaliteit van de wijk bevorderend. Hè. Het woord leefbaarheid was het vroeger. Maar dat heeft door de parlementaire enquête een beetje een verkeerde naam gekregen. Dus wij noemen het gewoon vitaliteit. Die vitaliteit van de wijk wil je bevorderen. Je wil daar fijn kunnen wonen. En soms is het een buurtsupertje, wat we net als voorbeeld hadden. Soms is het een kleine ruimte waar mensen met elkaar samen kunnen koffie drinken. Ontmoetingsruimte. Ja. Klinkt hartstikke logisch. Die woningcorporaties, die van u gaat al over meerdere gemeenten. Vestia, waar u heeft gezeten, is helemaal ontzettend groot. Ja. Dan zit je dus dan met die kleine buurtgemeente aan tafel. Dan met die grote stad aan tafel. Dan weer met een deel van die stad. Hartstikke onhandig dat je dan van die grote corporaties hebt. Ja, ja. Opknippen? Ja, zegt uw
partijgenoot in de Tweede Kamer, meneer Monash? Ja, ik denk dat je wel moet gaan doen aan de regionale verankering, zoals het mooi heet. De lokale verankering, dat een corporatie in overleg kan treden met de gemeente waar die actief is. En dat kan betekenen dat je soms moet gaan knippen. Niet overal, want je kunt ook zeggen, nou, zoals Portaal, je hebt lokale verankering georganiseerd. Maar je moet er wel voor zorgen dat je als corporatie meer samenwerkt met de gemeente. Je moet niet vergeten dat de afgelopen 15 jaar heeft geen enkel kabinet ooit aangegeven dat er een relatie moet zijn tussen wat de corporaties doen en de gemeente. Dit is voor het eerst dat er in het coalitieakkoord, bladzijde 33, staat, u moet met de gemeente samenwerken. Vindt u dat nou ook niet bizar als je dat hoort, dat dat nog nooit die link is gelegd? Ja, want in feite die corporaties komen natuurlijk uit het lokale, uit het regionale, zijn in het leven geroepen, ja, omdat de woningssituatie zo slecht was lokaal. Dus je zou denken dat die verankering, dat een vanzelfsprekendheid eigenlijk is. Is dat ook iets waar u behoefte aan heeft? Dat je zegt, ik wil veel meer gewoon op lokaal niveau overleggen, of zegt, ik wil eigenlijk ook wel een beetje groeien als woningcorporatie? Ja, volgens mij zijn dat twee dingen die niks met elkaar te maken hebben. Ik wil graag meer lokale invloed hebben. Ik wil het ook wel graag dan minder vanuit Den Haag, zou ik maar even zeggen. Het moet niet allebei, want dan krijg je ook contrasterende momenten. Want dan gaat de wethouder wat willen en dat kan dan niet van die minister. Dus minister, draag gewoon een deel van die verantwoordelijkheid over naar regionaal. Want je moet wel zeggen, een stad staat nooit op zich. Hoor ook altijd het ommeland bij, regionaal. En daar wil ik graag meer invloed van hebben. Ja, goed plan. Ja, goed plan. Dan zit een haak en ogen aan. Want alle corporaties hebben leningen om die woningen te kunnen betalen, te kunnen bouwen. En die leningen zijn wel geborgd bij een nationaal instituut, het WSW, het Waarborgingsinstituut. En daar zit dan regelgeving aan. Dus je kunt niet op lokaal niveau denken, ik ga daar eens anders mee om. Want er zit 86 miljard in die pot van het WSW, geborgd geld. En je kunt niet individueel daar andere regeltjes op toepassen, want dan wordt het een puinhoop. Dus er is wel een landelijke coördinatie en landelijk toezicht nodig. Maar ik ben wel eens, je moet lokaal veel meer afspraken maken die ook lokale behoeftes dekken. Dus wat mevrouw Lamers zegt, ik wil minder toezicht vanuit het Rijk, minder regels ook vanuit het Rijk en meer op lokaal niveau. Dat zegt u dat? Dat kan, als het maar niet aan de financiële regels toont. Want dan hebben we echt een glijdende schaal. Dat is levensgevaarlijk. Morgen dat debat. Hè. We hebben natuurlijk al die aanbevelingen gezien uit het rapport van de parlementaire enquêtecommissie. Het gaat vooral over, houd je bij je eigen taak, waar we het net over gehad hebben. Ook transparanter, beter toezicht. Want de toezicht heeft natuurlijk enorm gefaald. Waar hoopt u dat het morgen toe leidt, wat er uitkomt na dat 12 uur lange debat? Uiteindelijk moet dit overigens voortgezet worden in het debat over de woningwetten, de novelle van minister Blok. Ik hoop dat, zoals de toon nu al gezet is, dat we toch, ondanks de misstanden, dat er gezegd wordt dat de corporaties goed werk kunnen doen. Mm-hmm. Dat het goede werk voortgezet mag worden. Met een klein beetje uitbreiding dan strikt alleen maar bouwen voor woningen voor mensen met een kleine, of mensen die niet in hun eigen woonvoorziening kunnen voorzien. Want dat is het eigenlijk. Dus wel een beetje een uitbreiding. En dat in goede afstemming met je regionaal lokale overheid. En u? Ja, ik hoop dat het debat een keer tot een slotsom komt. We zijn sinds 2000 bezig om deze nieuwe woningwet te maken. Er zijn, ik geloof, 7 of 8 bewindslieden mee bezig geweest. Die zijn allemaal vroegtijdig opgestapt. We zitten nu op een deadline. Want dit moet nog naar de Eerste Kamer. En u weet, er zijn verkiezingen in maart. Als die verkiezingen verkeerd aflopen en voor die tijd dit niet geregeld is, ja, dan vrees ik dat we weer langer moeten wachten tot er een nieuwe woningwet is. En het is echt nodig dat nu de corporaties opgeschoond raken, want er is echt wel een hoop gebeurd de afgelopen tijd, dat nu ook de overheid, de wetgever, bijspringt en zegt, oké, ik maak nu ook mijn werk af. En na 12 jaar, het begon met Remkes, zou het mooi zijn als het nu met deze minister Blok een punt gezet werd achter die discussie van 12 jaar. We gaan het zien, morgen in de Tweede Kamer. Heel wat anders. Hij groeide op in en om Nijmegen, toerde over de hele wereld met zijn one-man-shows en krijgt overal lovende recensies. Het is een fenomeen, laat ik het zo zeggen. Het is briljant. Diamonds are forever, they lost their own. Sven Ratske, welkom.
Ja, voor wat u doet is nog niet echt een noemer gevonden. Hè? Ik hoorde iets van eigenzinnige muziektheatershows. Dekt dat een beetje de lading? Nou, ja, dat weet ik niet. Er hoeft geen hokje om, hè? Nee, dat was ook eigenlijk altijd mijn bedoeling. Dat maakt het natuurlijk moeilijker, voor de media vooral. Uiteindelijk voor het publiek niet, als die eenmaal in mijn universum zijn gedoken. Wat dat ook is, welke productie dat ook is. Dan is het eigenlijk... Net zoals laatst iemand zei over Frank Zappa, dat vind je verschrikkelijk of je houdt er gewoon heel you erg van. You love it or you hate it. Dus dat is bij mij eigenlijk ook zo. En ik vermijd heel graag de hokjes. Ja. Dus ik probeer, het is wel, ik noem het nu entertainment, maar dat is in Nederland dan een beetje, dat heeft een wrange of een beetje een raar smaakje. Dan denk ik mensen meteen wekers of zo, maar ja, daar flirt het ook mee, maar het is... Eigenlijk is misschien wel mijn grootste inspiratie de jaren 20 Berlijn, waar in het vaudeville eigenlijk alles mogelijk was. Waar je net zo goed moderne dans, poëzie, theater, show, jazz, alles bij elkaar had. Ja, je noemt Berlijn, want je bent half Duits, half Nederlands. Hè? Duitse moeder, Nederlandse vader, zeg je het dan goed op? Ja. En ik zei het al, opgegroeid met de Duitse moeder in een klooster in Ubbergen, buiten Nijmegen. Ja, voormalig klooster. Klooster. Dat is niet zo dat zij non was niet in, en onbevlekte bevangenis en alles. Niet omringd door nonnen. En dat moet, hoe heet dat pand? De Refter heet dat. Refter, dat is een woon- en werkgemeenschap. Ja, ik moet dat altijd zeggen, want ik word altijd gebeld als ik zeg het was een hippie-commune. Het had natuurlijk in de jaren 80 een beetje die flair. Ja. En ik heb daar een fantastische tijd gehad. En daar is dat eigenlijk begonnen, want daar woonden ongeveer 100 mensen. Volgens mij was het 99 mensen en daarvan waren er 4 kinderen. Dus ik stond daar best wel in het middelpunt. Ik kon daar heel erg... Ja, met die volwassenen, dat was mijn publiek. Dus daar is dat eigenlijk wel allemaal... En veel in Nijmegen, in de puberteit natuurlijk. Absoluut, de culturele hoofdstad van Gelderland. Je treedt nu op in Lux, maar Lux is voortgekomen natuurlijk uit Cinemariënburg. Het filmhuis. Ja, en O42. En O42, het politiek-cultureel centrum. Ik heb het nog geopend. En gesloten en toen weer geopend. Want het is natuurlijk bijna elk jaar is in Nijmegen een discussie over dat weer dicht moet enzovoort. Maar dat moet gewoon open blijven. Ja. Want O42 was natuurlijk ook bij uitstek een heel bijzonder podium, nationaal gezien ook. Hoe is die periode is denk ik heel bepalend geweest voor wat je bent gaan doen? Ja, zeker. Nijmegen is, ik ben natuurlijk een beetje heimatloos. Omdat ik ook zo'n beetje, half dit, half dat. Mijn voorouders zijn Berlijns. Dus ik woon ook in Berlijn gedeeltelijk. En in Amsterdam. En ben de hele tijd on the road. Maar Nijmegen is, dat is bijna therapeutisch. Dan kan ik zeggen, nee, maar daar kom ik vandaan. Dat is de heimat. En, want daar ben ik wel echt opgegroeid en heb alles... wat mij gevormd heeft, meegemaakt. Ik heb daar ook gewerkt als tiener in Cinemariënburg. Heb al die bijzondere films gezien. Eerste toneelstukken gedaan. Kieslowski natuurlijk. Precies, Kieslowski. Ja. Noem ze maar op. Lars von Trier. Hoe ontstond van daaruit dat wat jij nu bent gaan doen? Ja, dat is een aan de ene kant een merkwaardige weg... maar aan de andere kant helemaal niet. Want het is natuurlijk altijd een... Je moet het zelf bedenken en het moet ontstaan. Want ik kom niet van de kleinkunstacademie en mensen hebben mij niet verteld... je moet het zo en zo gaan doen. Maar ik wist altijd, ik wil iets zelf creëren en ik wil ook de controle erover hebben... en ik wil graag met mensen samenwerken. En uiteindelijk, ik bedoel, ik ben er natuurlijk nog lang niet. Het is niet nu dat we terugkijken op een carrière en dat ik dus zeg, dankjewel allemaal... Maar dat gaat wel heel erg mooi de kant op. Want een samenwerking of met Ellen ten Damme of met Claire McFadden of Nina Hagen. Dat zijn natuurlijk allemaal fantastische vrouwen die ook heel veelzijdig zijn. En daarnaast is mijn basis, de voorstelling die ik nu ook doe, Diva Divas... waarin ik of met een band of met mijn pianist... mijzelf eigenlijk als one-man show presenteren. Ja. En de basis voor jou is het zingen. Ik heb natuurlijk de afgelopen dagen heel veel Sven Ratske over me heen gekregen. En ik heb helemaal geen verstand van, maar je zingt fantastisch. Dank je. En heel verschillend repertoire, want heftige liederen. Ja. Maar ook A Perfect Day van Lou Reed, wat ik zo'n mooi nummer vond. Zong jij daar? Ik dacht, dat zong ik zelfs in New York op de
avond dat hij gestorven is. Dat wist ik natuurlijk pas de volgende dag dat hij overleden was. Dat was wel heel bijzonder, ja. Dat was, en in, sowieso in New York, als ik dat zie op het einde van een avond, is echt doodstil. Want dat is hun, hun lijflied. En dat is net zoals Laat me van Ramses, wat ik nu in mijn voorstelling heb, wat hier natuurlijk in Nederland heel veel betekent. Ja. Maar dat is ook weer het mooie van muziek. Ik zing bijvoorbeeld Laat me in het Nederlands all around the globe. Dat heb ik in Australië, in New York. En het is dan ook doodstil, want mensen herkennen het niet. Nou, ze kennen natuurlijk, ze begrijpen de taal niet, maar ze krijgen wel de emotie mee. Ja. En dat is natuurlijk het prachtige van muziek. En ik denk ook uiteindelijk daarom is dat wel mijn rode draad en de communicatie tussen al de andere artiesten en ook het publiek wat ik... Oud of jong publiek? Of trek je alle, alle publiek? Ik hoop alles. Het ligt natuurlijk heel erg eraan. Kijk, in een stad als Nijmegen is natuurlijk een heel mooi gemengde stad. En Arnhem eigenlijk ook wel met veel studenten en intellectuelen. En vroeger was het misschien meer het VPRO-publiek. Maar dat is wel... Omdat ik, ja, ik sta net zo goed op de parade als in het concertgebouw. Dus dat mengt heel mooi. Dat vind ik ook heel belangrijk. Ja, toch bijzonder, hè? Want je staat in Kopenhagen, New York, Tokio, Wenen. En dat daar dan zo'n jongen uit Nijmegen met Laat me gewoon de wereld overtrekt. Wat wil je met je shows? Wat wil je ons vertellen of meegeven? Nou, ik ben wel altijd op zoek naar waarachtigheid. Om even een heel zwaar woord misschien te gebruiken. Maar ik geloof wel heel erg in echtheid. Omdat natuurlijk veel voorstellingen die ik doe, die spelen heel erg met glamour en pompeus. En ik zag dat net in het filmpje ook, waar ik Hedwig and the Angry in speel. Dat is een transseksueel uit voormalig Berlijn die de wereld rondreist met haar rockband. Dat is het verhaal. Dat is natuurlijk ontzettend bizar en kleurrijk. Maar uiteindelijk zit daar ook een grote ontroering in. En natuurlijk zeggen veel theatermensen, ja, ik wil mensen gewoon ontroeren. Maar uiteindelijk is dat wel wat je wil doen natuurlijk. De waarachtigheid is ook een deel van jezelf laten zien. En ik ben natuurlijk op het podium compleet anders dan ik nu hier zit. Het is net alsof iemand mij een drug heeft gegeven en dat ik dan... Ja, er is een wisselwerking die daar ontstaat. Die is eenmalig en die is natuurlijk ook verslavend aan de ene kant. Ja. Maar ik ben heel erg geïnteresseerd in de showbusiness. Dus als je nu vraagt zo uit als blauwe hinein om een stukje te zingen, dan kan dat dan of kan dat dan niet? Ja, dus moet je dan schakelen? Change the lights, please. Dim het licht, rook, pianist. Nou, het kan wel, maar dat, ik denk dat het de illusie... En het, de magie ontstaat op het toneel. Want je hebt altijd een beetje dat nachtclubsfeertje om je heen. Ja, zeker. Ja. Want nogmaals, ik denk dat daar de grenzen een beetje vervagen. Ja. En dat is het spannende. Eigenlijk, als je terugkijkt, natuurlijk zat je vroeger met een glaasje absint en een sigaret en lampjes. En nou ja, dat sfeertje, dat geeft meer vrijheid. Betekent dat ook, want je zegt, hey, ik wil wel een verhaal vertellen. Wil je dat ook aan zoveel mogelijk mensen doen? Want je hebt nu natuurlijk vaak wat kleinere theaters. Mm-hmm. Je bent bij het grote massale publiek. Ik moest heel veel mensen uitleggen wie je was. Ben je niet bekend? Denk je niet, ik moet eens meedoen aan dat Songfestival of... Nee, ik ben ook heel erg... Dat ik zelfs hier zit, ik bedoel, ik doe niet veel media dingen ook. Ik vind het ook, omdat het ook een beetje de illusie doorbreekt, vind ik. Ik ben een beetje van de oude stempel. Ik ben ook niet zo'n fan van al die reality dingen. En dat mensen eigenlijk hun hele hart en ziel in een interview blootgeven. Ik ben iemand anders ook privé en ik wil dat ook zo houden. Plus dat ik natuurlijk heel erg mijn eigen weg ga. Dus die weg duurt veel langer. Maar uiteindelijk is mijn publiek veel trouwer dan dat ik al eventjes heel erg gehyped ben. Kijk, elk jaar komen er wel weer eens mensen van vroeger van mijn school uit Nijmegen. Wanneer word je nou eens beroemd? Dan zeg ik, ik ben al beroemd, schat. Je bent want al beroemd. Ik treed overal op waar ik wil optreden. Je hebt bijzondere prijzen gewonnen. Maar ik ben niet iemand die dagelijks bij een talkshow aanschuift of in... dat soort programma's presenteert. Dat is mij, mijn wereld is het theater. Je gaat bijzondere dingen doen. In Lux gaan wil ik het zo even horen. Maar nog één ander dingetje. Want ik hoorde dat je ook plannen had om met het materiaal van David Bowie aan de slag te gaan. Ja, mag dat maar zo? Hebben jullie nou de primeur hier? Hè? Is het zo? Vertel, wat ga je doen? Nou, ik ben natuurlijk... Ik heb bijvoorbeeld met Kurt Weill iets gedaan. Ik ben altijd op zoek naar mijn eigen interpretatie van ook bestaand materiaal. Schrijf ook wel zelf nummers, maar uiteindelijk is dat de basis. En eigenlijk een beetje door de diva's en ook door Hedwig and the Angry Inch, wat echt rock-punk muziek is...
Ja, ik speelde al langer met de gedachte om Bowie mijn eigen interpretatie daaraan te geven. En dat gaat nu volgend jaar gebeuren. Ja. En vindt hij dat goed? Moet je toestemming hebben van meneer Bowie zelf? Ja, ik moet toestemming hebben. Je zegt, hi David. Ja, ik ken gelukkig heel veel mensen die hem weer kennen. Dus ja. Hij heeft persoonlijk toestemming gegeven. Ja. En komt hij dan ook even gastrol doen? In Berlijn is de première, dus wie weet. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Ja. Ja, daar hopen we dan wel op, Sven. Nou, eerst gaan we jou zien 28 en 29 december in Theater Lux in Nijmegen met de voorstelling Diva Diva's over de 10 grote diva's uit de jaren 60. Een andere diva over de Gelderse geschiedenis. Mooi bruggetje. Dolly Verhoeven uit Apeldoorn. Ja, u bent per 1 november benoemd als de eerste hoogleraar Gelderse geschiedenis. Klopt. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Betaald door de provincie Gelderland. Het is een bijzonder hoogleraarschap, hè? En jullie hebben allemaal iets met Gelderland. Stiekem zelfs allemaal wat met Nijmegen, geloof ik. Noem eens een moment uit de Gelderse geschiedenis. Market Garden. Marieke van Nimwegen. Het slopen van de wallen van de stad, 1899. Ook Nijmegen En er is er nog eentje. Volkshuisvester, hè? Ja. En er is er nog eentje, die kennen jullie ook allemaal. Oh, ja. Hier eten we wat. Er zit hier wel tegen Gelderen. Kom nou. Daar zitten we mijlen vandaan. Ja, ik bedenk me nu pas dat we die blauwe ogen van Rutger Houten nog helemaal niet konden zien op die zwart-wit televisie. Nee. Maar Dolly Verhoeven, is dit nou Floris? Is dat nou een icoon van de Gelderse geschiedenis? Nou, een beetje andersom eigenlijk. Het is een icoon van hoe de Gelderse geschiedenis een plek heeft gekregen in de Nederlandse geschiedenis. Want hier zie je Gelre toch een beetje als de vijand. Hè? Floris is van de Bourgondiërs, van de Hollanders. En Gelre, het speelt zich af in een periode waarin Gelre eigenlijk het enige gewest was dat nog niet bij de Nederlanden was gevoegd. Een beetje een dwarsclubje. Ja, een beetje een dwarsclubje. Nou, een behoorlijk grote club ook wel, hè? Want het is natuurlijk een enorm grote provincie. Maar de toenmalige hertog van Gelre, Karel van Gelre, en zijn krijgsheer Maarten van Rossum verzetten zich tegen die annexatie, eigenlijk zou je kunnen zeggen, in die Nederlanden. En hier zie je heel goed hoe de geschiedenis door de overwinnaars geschreven wordt. Want Karel van Gelre en zijn krijgsheer Maarten van Rossum hebben niet zo'n goede pers gekregen, zeg maar. Hè? Dat zijn toch een beetje de slechteringen in zo'n verhaal. Maar dan zegt het al, Gelderland dus, is een hele grote gemeenschap. Voelt iemand zich hier, behalve Nijmegenaar of wat Berlijnen, ook nog Gelderlander? Ik vind dat ingewikkeld, hoor, om je Gelderlander te voelen. Jacques? Nee, Gelderland kent zoveel verschillende delen dat ik dat niet in één gevoel heb. Dus je bent misschien wel Achterhoeker, of je voelt je verbonden met de Veluwe, met de Betuwe. Bestaat er zoiets als Gelderse identiteit? Dat is een hele lastige vraag. Identiteit is sowieso natuurlijk een heel complex. Dan mag ik gewoon net als Maxima zeggen, de Gelderlander bestaat de Gelderlander niet. Nee, nou ja, daar zijn we denk ik allemaal snel over eens. Maar je ziet dat eigenlijk al aan het verhaal van Sven Rodke, die Nijmegenaar is, Nederlander, Duitser, entertainer. En zo kun je dat voor een heleboel mensen zeggen. Iemand is Winterswijker en Achterhoeker en Nederlander maar en Europeaan. Maar Gelderlander zit daar vaak niet tussen dan? Nee, gedeeltelijk. Soms wel, soms niet. Er zijn natuurlijk wel allerlei historische verenigingen en ook personen die zich toch verbonden voelen met stukjes van dat Gelderse verhaal. Als het tegenover Holland gaat, dan voelen wij ons vaak wel weer Gelderlander. Maar het heeft heel erg met de context te maken. Maar bestaat er dan wel een Gelderse geschiedenis? Natuurlijk bestaat er een Gelderse geschiedenis. Maar dat is ook niet één blok, één ding. Daar zitten allemaal lagen in. Maar vanaf wanneer loopt dat dan? Want Gelderland heeft natuurlijk maar een bepaalde looptijd.
toen de Romeinen er waren, was er geen Gelderland. Nee, toen was er geen Gelderland. Nee. Toen was natuurlijk wel dit grondgebied. Ja, en het feit dat de Romeinen hier geweest zijn en dat hier de grens was van het Romeinse Rijk, is natuurlijk wel van betekenis voor de latere geschiedenis. Ja. Maar als je het echt hebt over Gelre, dan praat je over de middeleeuwen. Okay. Een periode waarin dat gebied langzamerhand gevormd is. En gaat u dan daar met name onderzoek naar doen in uw nieuwe rol naar wat is die Gelderse geschiedenis? Dat is voor mij wel een belangrijke vraag. Van wat was die Gelderse geschiedenis? Daar houden zich natuurlijk al heel veel mensen mee bezig op allerlei niveaus. Hè, professionals, maar ook amateurs, historische verenigingen. Wat ik zeker zal doen is onderzoek daarnaar, maar ik wil eigenlijk nog een beetje meer. Ik wil eigenlijk kijken of ik de universiteit en allerlei mensen in de provincie die bezig zijn met die Gelderse geschiedenis, of ik die een beetje dichter bij elkaar kan brengen, zodat je ook gezamenlijk aan het werk kunt gaan om die Gelderse geschiedenis te ontdekken. Dat doet u al in Nijmegen. Al sinds 2008 bent u ook bijzonder hoogleraar Nijmeegse geschiedenis. En we hebben even wat rondgebeld in Nijmegen. Oh, mensen die iets hebben met die houvast. Ze zijn vol lof. Oh. Het was alsof ik het over Sven Ratske had. Ze zeggen vooral de manier waarop u wetenschap en geschiedenis toegankelijk maakt voor een groot publiek. Hè, wat u zegt, die universiteit uit de toren naar de stad toe, krijgt veel lof. Nou is Nijmegen natuurlijk heel overzichtelijk met een hele duidelijke geschiedenis. Kan zoiets ook voor Gelderland, dat u dat zo naar het publiek weet te brengen? Nou, ik denk het wel. In die zin dat ook Nijmegen, dat doe ik natuurlijk niet alleen. De verbinding leggen met de stad, tussen de universiteit en de stad, daar heb je gewoon heel veel samenwerkingsverbanden voor nodig. Want in Nijmegen is mijn aanstelling één dag. Voor Gelderland zal die ook één dag zijn. Ja, wat kun je doen in je eentje in één dag in de week? Alleen maar iets als je mensen vindt die met jou samen willen werken. En dat zal ik ook in Gelderland gaan doen. Ja, is dat, er gaat ons belastinggeld gaat er naartoe, hè, via de provincie. Is het belangrijk, zoiets als Gelderse geschiedenis in kaart brengen? Het bindt denk ik heel erg. Hè. Dat is denk ik ook het doel waar je het over hebt. Mensen verbinden. En dat binden kan natuurlijk weer leiden tot mooie samenwerkingsvormen. Dus in die zin is het zeker belangrijk. Ja, is dat ook, dat u zegt, dat moet je vooral ook doen, dat je daarmee mensen bindt aan een regio? Het is binden, het is ook begrip hebben, snappen waar je, kijk, Europa, de wereld wordt steeds groter en ook steeds platter in zekere zin. Hè. Wij kijken naar de wereld via een scherm, via je iPad of je televisie. Maar we zijn natuurlijk wel geworteld in een straat, in een dorp, in een landschap, in bedrijven, in een fysieke omgeving. En die is er nooit zomaar. Die komt niet uit de lucht vallen. Die is niet geconstrueerd, die is gegroeid, die is ontstaan. En ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen een beetje meer begrip hebben voor waarom dingen zijn zoals ze zijn. Omdat je je daarmee kunt hechten aan de plek waar je bevindt. Kunt u voorbeelden noemen van wat u dan als bijzonder hoogleraar Gelderse geschiedenis tot stand zou willen brengen? Iets concreets? Ja, nou, een van de dingen die ik heel graag zou willen is dat we elk jaar of elke twee jaar een soort van uitwisseling kunnen organiseren tussen verschillende mensen die met geschiedenis bezig zijn. Een, zeg maar, een provinciaal geschiedeniscongres waar je amateurs hebt, waar je onderzoekers kunt vinden, waar de omroep aan mee kan doen, waar het publiek kan snuffelen aan wat nieuwe inzichten. Als wij congres worden, denken we altijd wel saai. Al wel, nee. Ik kijk er nu ook heel moeilijk bij. Het kan juist een plek zijn, denk ik, waar je, want geschiedenis kan je op zoveel verschillende manieren brengen. En je kunt natuurlijk heel deftig en belangrijk verhaal overhouden voor een grote zaal. Maar je kunt ook filmpjes maken, je kunt mensen dingen laten doen, je kunt mensen dingen laten ervaren. Hoe werden producten gemaakt vroeger? Je kunt met elkaar in debat gaan. Er zijn zoveel verschillende manieren juist om met geschiedenis om te gaan. Is dit de enige provincie die dat doet of heeft iedere provincie zo? Nee, niet iedere provincie, maar er zijn er wel een aantal meer. Oké. Okay. Ja. Ja. En hoe zorgt u dan, misschien heeft u dat bij uw collega's in een andere provincie ook gezien, dat je toch, want u bent wel hoogleraar, dat je toch zorgt dat het echt een wetenschappelijk niveau heeft wat u doet? Ja, nou, ik denk, ik zie wel voor me dat ik op verschillende lagen, eigenlijk op verschillende schaakborden tegelijkertijd bezig moet zijn met het publiek, maar natuurlijk ook met professionals, met collega's en met studenten. Daar ga je onderzoek doen, daar ga je projecten uitzetten om wat meer in de diepte te gaan en op zoek te gaan echt naar, nou ja, wat was dan die identiteit? Op welke manier voelen mensen zich verbonden? Welke verhalen vertellen ze elkaar over Gelderland? En kunt u dat doen terwijl u ondertussen ook gewoon nog Nijmegen doet? Dat gaat prima samen.
Ik denk het wel. Nijmegen is één dag in de week. Gelderland is één dag in de week. Ja, ik moet wel de verwachting een beetje managen natuurlijk. Ik hou nog een heleboel andere dagen andere steden over. Kunnen zich nu melden. Ja. Of regio's. Wel ja. Nee, maar wat ik zeg, je moet dat doen door mensen mee te krijgen en door samen te werken. Maar het voordeel van die twee... Nou, Nijmegen ligt natuurlijk in Gelderland. Dus voor je een stukje overlapt ben je al een beetje op weg. Ja. Het is natuurlijk de oudste stad van Gelderland. Zo dus daar begon het allemaal. Van Gelderland, van Nederland. Van Nederland. Maar we hadden het nu even over geld. Ja. Maar ook van Nederland, voor een hele oude stad. Dank jullie wel allemaal. We zijn alweer door de tijd heen. En volgende week zit ik niet hier, maar op de Novio Tech Campus in Nijmegen samen met collega Erik van der Pol voor een bijzondere aflevering van In Gelderland Live. We gaan het dan hebben over de Gelderse kenniseconomie. En dat doen we een uur lang met publiek, dus u kunt daarbij zijn en dan kunt u onder andere luisteren naar Louise Fresco, bestuursvoorzitter van de Wageningen Universiteit, hoogleraar Bas Bloem, gedeputeerde Annemieke Traag en nog veel meer gasten. We hebben live muziek en als u daarbij wilt zijn, moet u even een mailtje sturen naar ingelderlandlive@gld.nl. En u kunt natuurlijk ook gewoon weer kijken, net als u nu gedaan heeft. Bedankt daarvoor, we zijn er volgende week ook weer om 11 uur. Tot dan, dag!